Het is heftig wanneer je familieleden door het COVID-19-virus getroffen zijn, maar het bidden geeft rust. Dit zegt Sharitza Lewis, wiens broer en moeder in Nederland waren besmet met het coronavirus. Ze vertelt dat zowel haar moeder als haar broer op de intensive care in Nederland hebben gelegen en dat beiden kunstmatig in slaap waren gelegd. Haar broer is eerder genezen verklaard en haar moeder is sinds 3 weken ook COVID-vrij verklaard. Haar 73-jarige moeder is echter nog herstellende van de complicaties. Volgens de infectiologen in Nederland heeft het klonteren van het bloed bij zowel haar moeder als haar broer voor problemen gezorgd. Ze heeft wel een beetje bloeddruk en wat suiker, maar heeft niet voor de problemen gezorgd. Wat bij beide voor problemen heeft gezorgd, is meer het klonteren van het bloed. Want bij COVID krijg je direct een dubbele dosis van een of ander antistallingsmiddel. Ik hou me de namen ten goede, want minder de deskundig wat dat betreft. Maar het werkte bij beiden niet echt. Mm-hmm. Weet je, mijn broer. Ja, iedereen is anders. Nee, iedereen is lichamelijk reageert. Toen moest ze een zwaardere dosis van anderen geven. En ja, het is En hoe keek je naar COVID, het hele COVID-pandemie, voordat jouw eigen mensen zo dicht bij jou besmet waren? Dus ik vond het spannend, maar je weet, het was iets ver van mijn bed af. Ja, ja, in China, in Nederland begint het al heel dichtbij te worden, maar... Je dacht, het gebeurt ons niet. Het overkomt ons niet. Weet je, we hebben SARS niet gehad, we hebben heel wat van de dingen niet gehad. Dus je praxeert, het blijft een beetje ver. Voorzichtig, maar ach, we zijn goed hier in China. Ja, ja. Lewis zegt verder dat de infectiologen de familie hebben geadviseerd om voorzichtig te zijn, omdat mensen met een donkere huidskleur vatbaarder zijn voor het virus. Ze zeiden ons, wij van de donkerkleurige huid, dus ik zeg wij Surinamers, want bijna alle Surinamers zijn donker, want we zijn redelijk, we zijn heel erg vatbaar ervoor. En als we het krijgen, kunnen we het ook zwaar krijgen. Waarom? We hebben veel mensen hier in Suriname die suikerziekte hebben, veel mensen die hoge bloeddruk hebben en heel veel mensen met overgewicht. En vanwege het feit dat mijn broer overgewicht had, heeft het hem ook heel erg geraakt. Ja. Hij is van 105 kilo naar 84 kilo gaan binnen 3 weken. Wow. Mm-hmm. Dus met het zwaarste gymregime kom je niet zo snel. Ja, en soms liep je op een hele grote beer door dat die nieren niet functioneert. Het was eng. Mm-hmm. Maar het gaat niet goed. Hij beweegt weer. Hij moet nog elke dag trainen. Hij is nu ook ze hebben hem ook gevraagd om mee te doen aan een onderzoek. Om te kijken wat de gevolgen zijn van corona en het natraject van mensen die COVID hebben gehad. Maar ook wat voor type mensen er vatbaarder voor zijn. Dus het is een onderzoek van een jaar in Nederland. Dat is dus Sharitza Lewis die de case van haar moeder en broer met de samenleving heeft gedeeld. Ze sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.